Dus, wat heb ik dus nu, jongens? Ik heb nu dit. Hallo, hallo, hier is Kingo. En jongens, voor degenen die het nog niet hebben, voor wie ik het nog niet heb gedaan, gelukkig nieuwjaar, in ieder geval. We zijn in 2017 en, oh boy, ik ben benieuwd wat dit jaar ons gaat brengen. Maar jongens, we zijn weer terug bij de Modded I Mind serie. En deze episode wordt even, ja, dit is de eerste soort van episode wanneer ik weer terug ben. Kan je het even noemen? En ja, dit wordt een grote episode. Een grote episode. En met een grote episode bedoel ik dat, dat wat je nu kan zien, dit hier, dat, ja, het enige wat je hoort, wat je gaat krijgen te zien aan het einde van deze episode, tenminste, dat is een beetje mijn doel, is dit, tot hier. Dit wordt afgesloten. En dat is alles wat je hier kan zien. En de reden daarvan is dat ik, hier, ga ik de teleporters neerzetten, wat ik dus nu daar zo in mijn base heb staan. Dus zeg maar hier zo, daar zo, heel mooi. En dan ga ik er dus voor zorgen dat als iedereen naar mijn base wil, dan moet je dus hier aankomen, net zoals ze altijd al doen. Maar in plaats van naar binnen gaan en dan echt mijn hangar binnen gaan, dan moeten ze met een teleport in een andere dimension. Want jongens, ik heb officieel besloten om de hangar achter te laten en te gaan verhuizen naar een nieuwe dimension. En de reden waarom, de belangrijkste reden, is vanwege lekredenen. Maar ook gewoon een beetje omdat, ja, als ik iets wil gaan uitbreiden hier, moet ik steeds een heel nieuw ding opengraven. En dat is super, super veel tijd. Super annoying, omdat er ook veel oors in de weg zitten en alles. En ja, dat is dus iets waarom ik dat wil doen. En aangezien, en andere redenen zijn bijvoorbeeld, de hele crafting setup is broken. Heel dit gebeuren is broken, dat moet ik nog een keer fixen. Stroomtoevoer is best wel annoying met dit, met deze transceivers. En dat wil ik dus in diezelfde dimensie doen. Dus dat is wel nice. Ah ja, en dan gaat trouwens ook mijn flatland meteen weg. Dus mijn flatland gaat weg. Deze beest gaat weg. En zeer waarschijnlijk zelfs Adelus, mijn Adelus wereld. Die heb ik nu al helemaal kapot gemaakt. Die is er nu niet meer. Maar daarvoor heb ik dus nu mijn nieuwe base dimension hier gemaakt. Dus Kingdom's Base. En trouwens, we even kijken wat ik tot nu toe heb gedaan. Dat is nog helemaal niks, maar je kan in ieder geval zien. Dat is wel mooi dat je echt van helemaal niks begint. En dan gaan we het uitbreiden. En dan gaan we kijken hoe of wat. Dus ja, weet je wat? Laten we het maar meteen gaan doen trouwens. Even mijn dingen pakken. Voordat we het vergeten. En dan ga ik even connecten naar dat ding. Eventjes met het sterretje doen. Want hier staat het. Nieuw base. Hier zit nu mijn normale base. Zo. Dial. En laten we maar eens kijken dan wat de nieuwe dimensie is. Het is niet super fancy's. Er zijn dingen die ik nog wel aanpas in de wereld. Maar dat gaat gewoon niet. Omdat ik de dimlust er niet voor had. Maar hier zijn we. Dus oké, jongens. Nou, welkom in mijn dimension. Dit wordt dus mijn main dimension waar ik alles ga doen. En zoals je kan zien, de lucht is in principe hetzelfde net zoals in Adelus. Het is precies zoals in Adelus. Het is grote maan, je hebt de planeet, je hebt een klein maantje nog ergens, je hebt de zon. Je hebt de Cyan Sky, dan heb je de Focus Paars. En dat wou ik eigenlijk ook Cyan hebben, maar dat heb ik dus niet. En ik heb even naar gezocht. En je kan het niet craften. Dus ik denk, weet je wat, paars is wel een goede substituut voor nu. En misschien groeit het wel, zeg maar. Dat ik zo zeg van, ja, ik vind paars toch wel beter dan Cyan en dan hou ik paars. En je kan ook meteen zien, we zitten boven de wolken. We zitten ons best wel hoog. We zitten op 152. En wat dus mijn plan is, is je spant hier en je kijkt dan richting daar. Dus zeg maar naar de zonsondergang. Dan is mijn plan om in ieder geval, zeg maar, een soort van trapje naar beneden te doen. Een klein beetje naar beneden. Dan zeg maar, je spant hier iets hoger. Kan er daarna kijken en dan zie je hier zo. Ja, ik wil gewoon iets doen met een toren. Maar ik weet niet zeker hoe ik dat precies moet gaan doen. En dan heb ik nog een ander twijfelgeval. En dat is, zeg maar, of ik ga naar daartoe en daar heb je echt mijn main base met alles erop en eraan. En dan zet ik, zeg maar, alles wat echt enorm moet gaan lekken. Dus, zeg maar, de mass ore processing of de mass crafting area. Dat ik dat met teleports heel ver weg doe. Ik denk dat ik dat ga doen. Of ik doe gewoon hier een hub. Een soort van, ja, hoe heet het? Nether hub kennen jullie wel. Maar gewoon een hub van allemaal portals, allemaal dingetjes. Waardoor ik dus kan wegteleporteren naar heel verre locaties overal. Waarbij dus, oh, daar staat dat, daar staat dat, daar staat dat. En dan allemaal verschillende dingen. En dan zit alleen een hub en voor de rest niks. Maar ik denk dat ik dat niet ga doen. Ik denk toch echt dat ik eerder dingen ga doen. Dat ik eerder, zeg maar, hier zo gewoon een toren ga doen waar ik alles in doe. Behalve de echt super heavy processes. Wat ik ook verder weg kan doen. Zoals, ja, mijn energy gebeuren. Mijn autocrafting en zo. Maar wat ik dan dus nog meer wil doen is, ik wil dan aan deze kant, die kant op, wil ik dan mijn solar veld maken. Dus zeg maar, net zoals jullie wel weten wat ik heb gedaan in mijn,
een andere wereld, mijn Flatland World, dan wil ik dan zeg maar deze kant op. Wil ik dan allemaal van die tier 4 solar arrays geplaatst voor mijn energieproductie. En dan ga ik ook, de reden waarom ik dat zo dichtbij doe, is deze kant op, dus dat zorgt bijna voor geen lag. En zo kan ik veel makkelijker het connecten, hoef ik niet met die trash locates te doen. Het enige waarom ik die trash locates nodig heb dan, is als ik dus heel ver weg de autocrafting ga opzetten en zo. Daar heb ik het waarschijnlijk wel voor nodig. En voor autocrafting heb ik waarschijnlijk kabels nodig of ik moet iets zien te regelen waardoor ik op remote afstand mijn items kan verzetten. We moeten eventjes kijken, hoe of wat. Maar ja, het zou gewoon moeten werken op zich. Maar ja, dat is nog allemaal een probleem voor later. Het enige wat ik in ieder geval deze episode wil doen, is het wordt zo meteen donker. En dat ziet er best wel cool uit als het donker is. Ik wil in ieder geval sowieso zorgen dat mijn main base hier komt op het einde van deze episode. En dit zal voor mij dus ook wel een lange dingen worden om te filmen. Misschien wel een week tijd of zo, I don't know. Maar ja, het eerste wat ik dus wil gaan doen is dus dat energie. Dat ik hier in ieder geval energie heb. Dat is het allereerste. Als ik dat heb, dan als ik dat heb gedaan, dan ben ik waarschijnlijk weer terug. Ik ga de skip tot ik dat energie hier heb opgezet. Dus die solar arrays uit mijn flatland ga ik kapot maken en zet ik hier neer. En dan zorg ik ervoor dat ik al een heel capacitor bankje heb staan. Uiteindelijk komt hier ook de grote energy orb, zeg maar, die ik nog in mijn base heb staan. En moeten we nog even kijken hoe ik dat ga doen. Want misschien dat ik juist voor de laatste ter ga of zo. Maar dat moeten we nog even zien. Dat is voor een andere episode weer. Dat ga ik nog niet doen deze episode, denk ik. Zo'n energy orb hier neerzetten. Dat komt nog. Maar ja, dat ga ik dus doen, jongens. En dan gaan we weer verder. Gaan we kijken hoe of wat, welke de volgende stap is. Waarschijnlijk met allemaal items hierheen halen. Heel mijn ME system. En dan ben ik dus zo terug. Als ik dat heb gedaan. En dan kijken we wat de voortgang is. Oké, jongens. We zijn terug. En ik heb dus nu de dingen hier neergezet, de solar panels. Zoals je kan zien, ik zal een beetje uitzoomen, want ik heb ook nog wat meer dingen aangepast. Dit is hoe het er nu uitziet hier zo. En ja, ik heb dus de solar panels hier gezet, alleen er gebeurde iets raars. Want toen ik mijn solar panels verplaatste, twee van de vier, controllers, die heb ik niet meer. Zie ik nergens meer. Ik weet niet waar die dingen in één keer heen zijn gegaan. Maar die heb ik dus niet meer. Dus bij het weghalen. En het is een beetje raar. Dus ik heb er twee nog niet aangesloten. Dat betekent dat het op het moment maar de helft werkt. Maar ik heb ze in ieder geval verbonden en alles. En hier zie je nu een dingetje. We hebben vol stroom, dus dit werkt. Ik bedoel, deze capacitor banks, als ik het erop ga zetten, zal je het zien. Het loopt gewoon vol. Dat betekent dat ze werken. Die twee solar panels in ieder geval. Maar ja, ik wil het even hier aan vastsluiten nog, hier zo. En ja, ze zijn allemaal een beetje apart. Maar dat komt puur omdat, omdat dit zijn dezelfde dingen als die ik had gebruikt heb in mijn andere wereld. En ik zet even tot daar. Right, ik heb er nog eentje. I guess. There we go, want nu heb ik zie je zeg maar wat dingen die wat stekken. Maar goed, dit ding is nu even aan het vollopen. Dus even kijken. Oh, niet meer. Waarom nu niet meer? Want ja, ik ben een beetje aan het kijken. Want zeg maar, ik heb deze solar panels nu dus zo neergezet. Dus aan elkaar vast. En de reden waarom ik het zo heb gedaan is, zo zit het netjes symmetrisch. Als je zo in kijkt. En dat is wel iets waar ik voor wil gaan. Symmetrie. Maar ja, ik moet even kijken. Als zo meteen de zon op is, doen ze het dan? Komt er dan stroom bij? Ja, er komt stroom bij. Oké, nice. Wel maar 72.000. Misschien dat het nog oploopt. Misschien dat het zoiets is dat het nog oploopt. Want ik weet dat ze 80.000 per ding doen. Ja, het loopt gewoon op. Omdat het nog niet. Omdat pasdag is, zeg maar. Ik denk dat zoiets zo iets zal zijn. Maar laat me even lekker doen, in ieder geval. Dit is super nice. Dat betekent dat ik dus nu hier mijn dingen kan chargen. Als ik zou willen. Ik kan hier gewoon mijn advanced porter chargen. Dus dat is nice. Oké, maar nu de volgende stap, jongens. De volgende stap. Nu ik hier dus. Ik heb hier dus nu een source van energie. Wat meer dan genoeg is om een fatsoenlijke, storage system te bouwen. Maar voordat ik dat wil gaan doen, wil ik dus eerst weten van, oké, hoe wil ik dus mijn gebouw hebben? En ik denk de eerste van de stap wat ik wil gaan doen, is ik ga een beetje uitwerken wat ik dus hier wil gaan maken. Dus ik ga zorgen van, ik kijk even of dit goed gefixt is, of dit goed maximaal werkt. Ziet er wel naar uit dat het wel nu werkt, maar in ieder geval, ik moet even kijken. Ik moet even die twee nieuwe dingen fixen. Twee nieuwe controllers die eronder moeten. Maar dan ga ik dus dit een beetje ontwerpen. Dus zeg maar heel dit gebeuren. Want ik heb nu gewoon even iets heel simpels gemaakt. Dit gaat sowieso nog aan worden aangepast. Maar ik wil in ieder geval dat je hier span. En ik wil dan dat je die kant op loopt. En dat je dan een klein trapje afgaat. Niet zo ver. Misschien tot met hier of zo. En dat je dan hier zo in een gebied komt. Wat ik zeg maar een idee heb is een redelijk groot gebied. Dus gewoon een vierkant gebied ongeveer. Waar dus duidelijk. Ik ga toch wel gewoon met die toren werken trouwens. Maar ja, mijn idee is het dus om het zeg maar met witte blokken te maken, dus zoals dit. Maar ook met zwart. Ik wil de zwart en wit combinen. Heel erg combinen, dat is ongeveer 50-50 is. Ik wil het er alleen niet laten uitzien als een zebra. Dat is het enige waar ik even voor wil gaan. Maar misschien dat ik er ook nog een andere kleur in gooi om het wat mooier te maken. Misschien groen of blauw, van dat mooie lichtblauw.
Dus ik wil nog één andere kleur denk ik ingooien om het echt een beetje mooi te lijken. En dat is dan wat het voor mij wordt. En dan ga ik daar dus een heel gebouw van maken. En in een gebouw gaan we van alles doen. En dat is dus waar ik gewoon van plan ben om te gaan doen. Totdat uiteindelijk het blijkt van, oh, dit begint toch wel te gaan laggen. Als dat het geval is, dat betekent dat ik wat dingen uit mijn gebouw ga weghalen en ga verzetten ver weg. Om het er lekker een beetje tegen te houden. En ik moet niet naar beneden pleuren. Maar goed jongens. Nou, dat ga ik dus nu doen. Dus daarom, ik wou het even showen, anders gaan we, maar ik ga iets te ver lopen. En ik wou trouwens ook weten of ik hier nog iets anders op te vinden heb, zeg maar, wat ik nu heb gedaan. Want nu heb ik het gedaan met van die, ja, hoe heet het, met van die blokken glowstone er zo op. Maar ik vind het niet echt heel geweldig. Dus wat ik misschien denk om te gaan doen is om hier één blok tussen te zetten nog. Dus dat is misschien iets wat je kan zien in de rest van het gedeelte. Zeg maar, dan deze lijn van zwart, dat het hier gaat lopen. En dat hier tussen dan een laag niks komt. En dan kan ik in dat laag niks, kan ik daar het licht in zetten. Zodat het wel allemaal één niveau is. Want ja, er spannen hier dus monsters op. En ik heb al gemerkt dat in deze wereld weer spannen ook weer cave spiders. Gewoon random. Dus ik weet echt niet wat ik daar tegen kan doen. Volgens mij is dat gewoon niet puur randoms. Maar deze wereld wordt toch sowieso verlicht tot en met dat er nergens iets kan spannen. Dus op zich maakt dat niet uit. Maar misschien is dat ook wel nice. Als ik ooit een mob trap maak of zo, spannen er ook cave spiders in. Maar oké, dat is dus alles wat ik nu even laten zien, jongens. Dan ga ik nu verder, want ik zal in ieder geval voor mij weer later verder gaan. Zoals ik zei, deze episode wordt ongeveer een week of misschien wel langer voor mij. Maar voor jullie is het natuurlijk een half uurtje tot drie kwartier zoiets zal het wel weer worden. Episode. Maar ja, het is nu dus nog oudjaar. Dus ik moet zo meteen door naar mijn familie en alles. Dus daarom heb ik nu niet tijd, maar ik moet het even snel filmen. Anyway, ja. Dan ben ik dat dus doen nu. En dan in de volgende clip dan ben ik eens terug hoe ik dus het begin heb gemaakt van ja, de foundation, zeg maar. Gewoon de main area, de main oppervlakte, misschien het begin van het gebouw. En dan, ja, zul je het dan wel zien hoe het allemaal, wat ik nog meer ga doen. Dus jongens, dan ben ik zo weer terug als ik weer wat vooruitgang heb. Nou jongens, ik ben weer terug. En voor mij is het een hele tijd geleden. Bij mij is er meer dan een week over gegaan sinds het laatste stukje. Dus dat is een lange tijd. Het is nu 8 januari. En ik heb een klein beetje verder gemerkt, niet echt al te veel. En ik laat het even zien, ik dacht van, ik wil eventjes dit laten zien voordat ik verder ga. En ja jongens, dus dit is wat ik nu heb. En ik ben dus begonnen met een soort van design. Dus dit is zeg maar het design waar ik voor wil gaan. Dus het meeste wat ik ga gebruiken is wit. Wit is wel gewoon mijn main kleur in mijn base. Maar dan wil ik de vloeren wil ik doen met zwart. En de highlights, dat wordt met blauw. En ik heb deze blauw gemaakt. Dit is zeg maar anti-blocks. Dus dat zijn deze dingen. En als je wil weten hoe je dingen moet maken, anti-blocks maak je met deze manier. Gewoon wat stone en wat glowstone. Dus dat is heel nice. En ja, ik vind het op zich wel cool. Misschien dat ik dit nog ga vervangen door ooit iets anders, als ik iets anders weet. Maar ik wou dus in ieder geval nu experimenteren met blauw. Het kan zijn dat ik dat blauw in één keer wegdoe en dat ik een hele andere kleur dan in één keer inzet. Ligt er maar gewoon aan wat ik mooi vind. Het kan zijn dat ik het in één keer groen maak, het kan zijn dat ik het oranje maak ofzo. Moet er gewoon een beetje kijken, maar voor nu is het in ieder geval blauw. En ja jongens, ik heb dus dit een beetje aangepast, zoals je kan zien. Ik heb, ja, dit was een soort van ongelukje, maar ik denk het is goed. En waarom kan ik dit niet oppakken? Oh, omdat ik ruimte heb in mijn inventory, dat is waarom. Wel even zo. Oké, in ieder geval, ik heb dus deze dingen een beetje uit elkaar gezet. En door een stom ongelukje achter iets heb ik het met obsidian gedaan. Dat wou ik eigenlijk eerst niet. Maar ja, ik begon ermee en ik dacht van, oh fuck, zal ik het weghalen? En toen zat er dus al best wel op. En ik dacht van, dat weghalen is fucking annoying. Dus we houden het gewoon. We houden het nu gewoon zo. En het klooster zien we op deze manier. En ik vind het een stuk beter nu. En ik heb hieronder een enorme lading glas gezet om hieronder te kunnen werken. Want ik moest allemaal dingen weghalen en anders zou het in de void zijn gepleurd en zo. En dat wou ik ook niet. En als je dan hierboven staat, dit moet ik nog een beetje naar kijken, hoe ik dit nou precies wil gaan doen. Want ja, hoe ik het nu heb staan is, hier kom je eruit, dus je komt zo in de wereld, zo kijk je. En als je dan terug wil, dan moet je gewoon hierin gaan staan, zo, huppakee, en dan ga je weg. Dus dat is hoe dat werkt. En loop je hier naar beneden, ik ga hier dus nog met half dingen werken straks, als ik eenmaal met half slaps zou gaan werken, of chiseled, ik weet niet precies meer wat. En dan kom je hier verder, en dan kom je hier dus echt dat gebouw, wat ik dus eigenlijk zei in de vorige stukje dat ik dat al zou hebben gedaan, maar... Ja, ik zat iets te veel met daar bezig en daarom heb ik dat nog niet gedaan. Maar ik wou het even laten zien. Dus dit is waar we nu zijn. En wat ik dus nu ga doen is, ik ga dus dit uitbreiden. Ik ga dus zeg maar deze brug naar daar maken. Ik ga kijken hoe mooi ik het ga doen. En dan aan deze kant komt dus zeg maar echt het begin van mijn gebouw. Dus dat is wat ik nu ga doen. En dan ben ik daarna weer terug als ik dat heb gedaan. En dat is het volgende stukje. Dus jongens, dan zeg ik weer tot zo. Hi jongens, heb ik al gezegd toen ik hoe blij ik ben met de Unbreakable Wand. Dat is echt zo nice. Daar kan ik zo makkelijk mee bouwen. Maar jongens, we zijn weer terug en het is voor mij weer meer dan een week later dan de vorige stukje, dus ja, ik zit er nog steeds niet lekker in, ik weet niet wat het is. Maar ik ben in ieder geval verder gegaan met het maken van mijn huis, van mijn gedeelte. En ja, het is groter geworden dan wat ik had gedacht. Ik had niet verwacht dat het zo groot zou worden, maar
Ja, ik liep me even gaan. En ik moet even uitleggen waarom ik het zo groot heb gemaakt en alles. Dus laat ik maar even kijken wat ik dus nu heb. En dat is dit. Oh, weet je. Oh, oké, okay, even afstand. There we go, jongens. Dus dit is de afmeting van mijn huis ongeveer. Of van mijn huis, van mijn gebouw, hoe je het ook wil noemen. En de reden waarom ik dit heb gedaan is, ik wil dat het er impressive uitziet als je hier binnenkomt. Dus je komt hier binnen en je ziet dan een spider klim op de muur. Ik bedoel, je ziet dan dus heel dit ding. Dan zie je dus zo heel mooi. En ja, ik wou dus zeg maar niet een mooi. Ik wou niet geen rechthoek maken. Dus ik denk, ik doe het een beetje zo. En het wordt dus echt een soort van flat gebouw. En ik weet niet precies hoe ik het nou ga doen. Want nu ben ik echt een beetje aan het twijfelen. Want ja, het idee wat ik eerst had is gewoon. Ik pak gewoon een gebouw met een vloer erin. En dan gewoon volgende vloer, volgende vloer. En dan had ik dit hier gemaakt. Met deze blauwe blokken. En dit is dan zeg maar een buis waardoor we naar boven kunnen gaan. En dit blijft naar boven gaan. En dit blijft één groot gat helemaal tot aan de top van het gebouw. En daardoor kan ik dus makkelijk naar boven vliegen. Maar nu heb ik een ander idee dat ik juist een soort van gleuf ga doen. Van helemaal hier tot helemaal daar. Waarbij ik dus zeg maar naar boven kan vliegen en zo. Dus dat ik makkelijk als ik, oh, ik wil ergens naar daar. Dan kan ik zo naar boven gaan. Dan kan ik hier uit. En ik wil ook misschien iets doen met een glazen halve cirkel. Dus zeg maar zoiets. Aan deze kant nog. Dus dan moet ik dit nog wat aanpassen. Waardoor het er nog wat vetter uit lijkt. Maar voor nu heb ik in ieder geval dit. Dat ziet er best wel decent uit. En met de, ja, met de Birkbal wand ging het dus best goed. Dus ja, voor de rest heb ik niet echt meer veel meer gedaan. Het is gewoon de reden waarom het weer zo lang duurde voor met vergelijking met het vorige potje. Vorige potje, vorige stukje van de video. Is gewoon omdat ik er nog niet echt lekker in zit. Maar ik probeer weer verder te gaan. En ik wil gewoon echt zorgen dat deze video in ieder geval wordt geüpload binnenkort. In ieder geval nog in deze maand. Dat klinkt misschien stom, maar het is nog niet het ergste, jongens. Rust. Ik heb het wel eens erger gehad. Ik heb wel eens gehad dat ik een maand had geskipt. En dat was toen met de dingen van Timmy. Dus het kan erger. Het kan erger. Maar oké, okay, in ieder geval. Wat ik dus ga doen in het volgende stukje is. Ik ga weer skippen. Ik ga waarschijnlijk de buitenkant wat mooier maken. Want nu heb ik gewoon een hele muur gedaan en zo. Zal ik waarschijnlijk ook dit een beetje gaan fixen. De randen hier zo van. En ook hiervan. Want nu heb ik dit zo gedaan. Dat was gewoon een beetje een simpel ideetje. Ik weet niet, ik ga het een beetje aanpassen. En dan zal ik waarschijnlijk aan het begin maken van het gebouw. Ik weet niet hoe ver ik zal doen. Maar ja, waarschijnlijk zal dat dan op één de laatste keer zijn dat ik skip deze episode. Want ik ga trouwens eindigen. Waarbij ik. Ik zei volgens mij in het begin van deze video waarbij ik was gaan verhuizen. Maar ik ga eindigen deze episode waarbij mijn gebouw staat. Tenminste, het eerste gedeelte van mijn gebouw waar ik de spullen in kan zetten. En dan doe ik dat wel de volgende episode of whatever, offscreen. Wanneer ik er weer zin in heb om terug te komen. Dan heb ik in ieder geval een mooi huis staan. Dat is een beetje mijn idee. Ja, ik denk van, oh, ik ga weer een keer lekker verder met Minecraft modded. En dan, ja, dan heb ik dus een enorm huis waar ik dus alles in kan doen. Dus dat is een beetje mijn bedoeling nu. Dus dan zeg ik tot zo jongens. Dan gaan we weer even skippen. Als ik even hier op kan landen. En dan ben ik benieuwd hoe het er zo meteen uit komt te zien. Ik vind het nu in ieder geval vet. Dit is echt nice. Lekker groot. Ik vind de kleurcombinatie ook mooi. Dat wit met zwart zo. Dus ja, dan ben ik zo terug. Als ik weer wat verder heb gedaan. En toen waren we weer 4 of 6 dagen later. Ja jongens, nu staat er eindelijk echt het eerste frame van mijn huis. En ik begin maar eventjes zo, omdat ik dat leuk vind. Een beetje suspense. Suspense jongens. Maar ja, dit is ongeveer wat mijn gebouw eruit komt te zien. Misschien dat ik er nog wat aan het dak ga aanpassen. Maar voor de rest is dit de omlijnen van mijn huis. En dan ga ik er wat uitleg over geven. Dus, wat heb ik dus nu jongens? Ik heb nu dit. Dit is dus mijn. Nou ja, ik noem het heel de tijd een huis, maar dit is een lab. Ik noem dit een soort van een lab. En ja, hoe meer en meer ik aan het bouwen ben, aan het denken ben, denk ik van: dit doet me echt denken aan de Aether Foundation van Pokémon Sun and Moon. Dat is ook echt heel wit en zo en heel erg futuristisch en alles. Maar anyway, ja, dus dit is het. En ik weet niet meer precies wat ik in de vorige dingen heb gezegd, maar volgens mij heb ik het wel gezegd hoe ik het wel ga doen. Ik wou een groot centrale gebied hebben in mijn gebouw. Dus dit is niet een gebouw. Waarbij ik allemaal verschillende lagen ga doen. Behalve aan de zijkant. En dat is dus wat ik dus nu heb gedaan. Dus ja, we gaan even vanaf het begin beginnen. Dus ik heb hier heel dit. Heb ik allemaal netjes afgemaakt. Dus als je helemaal hier omheen gaat. Kan je zien dat dit helemaal af is. Heel die buitenkant. En ik heb ja, het gebouw heb ik trouwens eentje dunner gemaakt. Ik vond het mooie randje vond ik wel leuker zo. Dus eentje dunner waar ik eerst van plan was. Maar het ziet wel goed uit. En dan heb ik dus de verdiepingen zijn 5 hoog. Normaal doe ik altijd 4 hoog. Maar nu doe ik 5 hoog. En ik vind het wel nice zo. Zoals je kan zien, 5 hoog. En ja, dit is een grote open ruimte. En dit blijft ook open. Dit zal niet worden aangepast. Dit zal allemaal open blijven, zodat ik hier mooi kan rondvliegen en doen. En weet ik het wat. Dus dat is in ieder geval wat daarmee gaat gebeuren. Maar dan aan deze twee zijkanten heb je dus grote
torens. Soort van torens. Misschien dat ik deze trouwens nog wat hoger doe. Gewoon puur om het wat mooier te maken. Bijvoorbeeld de, dat deze verdieping. Dat dit in plaats van 5 hoog, dat dat 10 hoog wordt. Dat dit een extra hoge verdieping wordt ofzo. Want dat is gewoon een beetje... Dat het er mooi uitziet, anders heb je zo'n heel vlak dak. Dat heb ik dus nu. Maar ja, daar kan ik dus... wacht, dit moet ik ook nog even zeggen. Hier heb je dus een deurtje. Heel simpel, gewoon ingang. Maar als je kan vliegen, hier zo. Ik ga hier glas inzetten, maar ik ga alleen maar één randje glas doen. Dus zeg maar helemaal hieromheen en zo door. Dus in het midden heb je dan nog een gleuf van 3 breed, waar je gewoon nog door kan vliegen. Dus ik kan ook gewoon zo vliegen uiteindelijk. Dus dat blijft open. En dan kom je hier en dan kan je dus alles mooi zien. En ja, dan heb ik dus... Hier weet ik niet echt of ik echt veel ga doen. Ik denk dat ik dit meer ga gebruiken voor decoratie-achtig iets. Maar ik moet dus oppassen, want mijn bedoeling van deze plek is... En ik zie dat ik dit nog niet goed heb afgemaakt. Goddammit. De bedoeling van deze plek is dus ook dat er zo min mogelijk lek veroorzaakt. En ja, met zo'n gebouw is misschien al... Nee, maar dit is ongeveer it. En hierin kan ik echt heel veel doen. En als ik wat dingen mis, dan ga ik trouwens ook nog even over. Dus als ik uiteindelijk in een gebouw alles heb gedaan wat ik wou doen... Hierachter ga ik dan nog een pad maken dat het verder naar hier gaat. Of ja, ik weet niet precies genoeg. Ik denk zo dan. En dan komt hierachter een soort van tuin achter. Hier zijn maar gewoon de achterkant van het gebouw. En hier komt gewoon alles open. Daar ga ik geen gebouwtje van maken. Daar wordt gewoon alles open. Dus... Alles wat echt een enorm gebied nodig heeft. Of alles wat gewoon ja, buiten per se moet. Of een oppervlakte is gewoon belachelijk groot. Zoals bijvoorbeeld het altaar van Blood Magic. Om maar een voorbeeld te noemen. Die moet ik dan eens hier zetten buiten. En, maar dat komt allemaal nog. Zoals ik zei, deze episode wordt alleen het gebouw. Oké, ik weet niet waar ik op zou blijven. Want maar even roepen en alles. Maar waar ik dus even als laatste nog even wil zeggen nu. Voordat we verder gaan met... ja, ik denk dat de volgende, het volgende gedeelte... Dan ga ik het gebouw... zeg maar, wat mooi afmaken en ook wat meer detailwerk doen. Dan wordt het echt het detailwerk. En dan heb ik het dus frame gedaan en de vloer overal in. Of nee, ik weet niet. Misschien doe ik het detailwerk of misschien maak ik het gewoon af en doe ik daarna het detailwerk nog. Moet ik nou even zien. Maar ja, dit zijn dus alle aparte vloeren, wil ik als laatste nog even zeggen. Dus je hebt hier zeg maar vloer 0, 1, 2, 3, 4. 4 vloeren. En daarin kan ik zo invliegen. En dat betekent dat hier komt het plafond en hier komt de vloer. En dan kan ik dus hier van alles doen. Dan kan ik van alles neerzetten. En... ja, op die manier gaat het best wel cool uitzien. Ook vanaf de buitenkant. Want dit wordt allemaal glas, wat je hier komt. Deze hele, zeg maar, heel dit. Alles aan deze kant wordt allemaal glas, zo. En dat gaat denk ik heel erg vet uitzien. En ja, en als je dan dus hier binnenkomt, dan zie je dus zo. Zie je dus dit. En dit is wat ik wou. Dit is gewoon wat ik wou. Dat je gewoon ziet van, wow, moet je kijken. Hier staat echt een lab. Een enorm labgebouw. Echt heel vet. Dus oké, jongens. Dat was alles wat ik voor nu heb gedaan. En dan zie ik jullie zo natuurlijk terug. Dan ga ik dus waarschijnlijk al de muren erin zetten. Kijken waar ik precies met de ramen wil gaan doen. En misschien maak ik dan nog terug. Of misschien maak ik zelfs het hele gebouw al af. Zeg maar, de detailwerken en alles ook meteen. Ik wil niet te vaak skippen. En ik weet niet hoe vaak heb ik al geskipt deze video. Verdeeld over een maand of zo. Best veel, hè? Ja, best veel. Maar in ieder geval, jongens. Dan ben ik dus nu dat doen. En dan ben ik waarschijnlijk voor de laatste keer terug. En zo niet, dan zien jullie het over 1 seconde. Nou jongens, dat was al een lange seconde. Ik ben weer terug, voor mij is het weer een tijdje later. En ik heb dus op dit moment, tenminste van wat ik op dit moment goed vind, het huis compleet afgemaakt. Dus ik heb het in 1 stuk doorgewerkt. En ja, er kunnen misschien nog dingen worden veranderen voor het eerste volgende video. Want ik wil dus echt zeg maar alles erin gaan zetten, wil ik offscreen, maar daar ga ik zo wel even over verder. Eerst wil ik het gewoon laten zien, maar jongens, ik ben er best wel trots op. Het is echt vet geworden. Ik heb dus alles gedaan, het hele gebouw staat nu helemaal klaar. Het glas zit er allemaal in, whatever, de kleurtjes, hoe heet het, de muren en alles, de kamers en al die dingen. En wat het dus nu is, jongens, ik zal jullie maar een keer, hoe heet het, laten zien, weer laten welkomen bij het Kingo Lab. Tada! Oké, eventjes van een afstandje. Ja, jongens, ik liep me een beetje gaan. Ja, dat is typisch wat ik altijd doe, maar in ieder geval, het ziet er wel sick uit. Ik vind het er sick uitzien en ja, let even niet op de... Creepers en andere beesten in dit ding. Want ik heb het nog niet verlicht. Dan moet ik dus allemaal nog doen. Maar ik vind het gewoon goed om hier de episode op te eindigen. Dus jongens, hier is dus mijn gebouw / lab. Ik denk dat ik het wel gewoon een lab ga noemen. Gewoon mijn lab gebeuren is wel vet. Maar kijk gewoon jongens, als je hier binnenkomt. Dat zie je hier. Dat je dan meteen dit ziet. Dat is echt zo ziek. Oh mijn god, dat is echt vet. Oké, maar laten we maar een beetje rondkijken. Dus ja, dit zo ziet het eruit. Dus zo. En het is niet echt zo heel diep. Dus als ik eventjes hier zo... Vanaf boven gaan kijken. En kijk eens jongens aan de bovenkant. Ja, ik heb best wel aan gewerkt. Ja, dit is dus hoe het gebouw is. En ik weet niet of ik nog veel... ik denk dat ik het gebouw niet mag uitbreiden naar daar. Maar als ik het nog meer ruimte nodig heb of whatever. Dan zei ik al in het vorige stukje. Dan ga ik die kant op bouwen. En dan ga ik hier gewoon van alles in het open doen.
Maar ja, laten we maar eens naar binnen gaan, jongens. En kijken hoe het aan de binnenkant uitziet. Dus ja, het ziet er een klein beetje uit als... Ik weet niet hoe ik het zo heb gedaan, deze muren vooral. Het ziet er een beetje meer uit als een kerkachtig, met die bogen zo. Maar ik vond het in ieder geval vet en ik ga het ook gewoon houden. Er zijn nog een paar kleine dingen die ik mocht doen. Bijvoorbeeld hier zo, een beetje detailwerk wat ik nog niet heb gedaan. Dus als ik een beetje opschiet en oppas voor de creepers. Want ja, dat wil ik nu zeggen, ik heb niet genoeg spullen mee. Maar die creepers, die zitten hier... Er spant heel veel beesten hier. Daar komt dat ik niet wat verlicht, dus moet ik nog een keer wat beter doen. Maar ja jongens, dus dit zijn dus de verdiepingen. Laten we maar eens naar een verdieping gaan. Dus bijvoorbeeld deze. En kijk, dit is dus hoe het eruit ziet. En dan kunnen we dus hier van alles doen wat we willen. We kunnen dus hier van alles gaan neerzetten, van alles gaan doen. Heel vet. En dan hebben we dus aan alle kanten hebben we 5 verdiepingen. Dus we hebben deze. Kijk, deze moet ik nog een beetje... is nu nog redelijk leeg, empty-achtig, zeg maar. Want ja, dit ziet er ook niet heel mooi uit als je kijkt zo naar de bovenkant. Dus misschien moet ik hier nog wat aanpassen. Maar dat komt allemaal nog wel. En dan... ja, zoals je kunt zien, 5 verdiepingen. En de bovenste verdieping is een stuk groter. De bovenste verdieping is dus 2 keer zo hoog bijna. Of volgens mij echt goed 2 keer zo hoog. Die zijn 5 hoog en deze is 10 hoog. Dus mocht ik iets doen waardoor ik wat hogere gebieden nodig heb. Bijvoorbeeld mijn smeltery van... hoe heet het? Stickers Construct. Die kan ik dus ergens hierboven neerzetten. Omdat ik dus wat meer ruimte daarvoor nodig heb. En of ik kan het in principe ook gewoon hier neerzetten. Want hier heb ik enorm veel ruimte nog, zoals je kunt zien. Want dit is heel hoog. En ja, ik vond dit gewoon zo vet. Met dit... ja, hoe heet het? Met heel dit glazen bovenkant zo. Glazen dak erop. En ja, wat dus de bedoeling is. Nou jongens, voordat ik dus de episode ga eindigen. Wat dus precies de bedoeling is, is zeg maar... je komt hier binnen. Schoon. En kijk, ik hou dit dus open zo. Dit is dus... er zit geen glas in. En de rest is hier allemaal glas in. Dus hier kan ik niet door. Maar ja, de reden waarom ik hier geen glas wil is dat ik er gewoon lekker door kan vliegen. En dan kom ik gewoon van zo. En dan denk ik, oh, ik moet even op deze verdieping wezen. En dan kan ik dus wel doen. En dan denk ik van, oh, oké, ik heb nu al te zoeken op deze verdieping. Dan ga ik hier naartoe. En ik ga hier nu eventjes uit de buurt blijven met al die creepers. Maar ja, dit wordt allemaal gewoon nog een beetje decoratie en zo. Een van de dingen waar ik nu wel eigenlijk bij stilsta is van, ik wou dit dus maken om ervoor te zorgen dat ik wat minder lek heb. Maar zo'n enorm gebouw, dat lekt nu niet. En ik ga sowieso niet met chisels werken hier, met chisel en bits. Want dat is trouwens een idee voor een later projectje. En dat is een aparte wereld, speciaal voor chisel en bits, wat ik wil gaan doen. Want, ja jongens, ik denk vanaf nu... Deze episode is echt even een hele rare video. Want dit is echt gewoon van... Het begon echt gewoon voor oud en nieuw. Het is nu bijna februari. En, ja, ik heb dus, zo heet het... ik heb dus allemaal dingen in gedachten van wat ik graag wil doen. Dus de drive is nu eindelijk een beetje terug in Minecraft. Vooral omdat ik ook heb gehoord dat er komt dus een grote update aan wat hij gaat doen. Waarbij je dus de creative items kan gaan maken. En dat zijn met extreem moeilijke recipes. En wat dat allemaal is, dat kom ik al een latere video over. Maar ja, in ieder geval, ik wil eerst al even één keer sorry zeggen. Ik ga het niet de hele tijd blijven doen, maar sorry in ieder geval als deze video een beetje raar lijkt voor jullie. Dat jullie misschien denken van, het klopt niet echt helemaal. Dat komt omdat er dus zoveel tijd overheen is gegaan. En ik was nog niet echt lekker in Minecraft en alles. En ik heb ook, hoe heet het? Ik was ook bezig met een examenweek die nu net klaar is. Dus daar wil ik gewoon eventjes snel kwijt, jongens. Maar, zoals je kan zien, we hebben nu een supermooi gebouw. Ik ga misschien nog wat details aan de voorkant doen. Want zoals je hier kan zien, het is nog helemaal wit. En ik wilde misschien nog wat blauw en zwart inzetten. Ik heb een heel klein beetje zwart verwerkt hier. En voor de rest alleen maar de vloeren. Dus dat is iets waar ik nog een beetje naar kan kijken. En verder, dan moet ik nog een beetje zien. Ik ga dus in ieder geval de hele binnenkant ga ik alvast mooi maken. En ik ga alvast de spullen hier neerzetten. Ik weet niet of ik alles hier al ga neerzetten. En in ieder geval een lading. Zoals mijn ME6 ga ik hier helemaal zetten. En hoe heet het? En ik ga het ook heel mooi maken. En ik heb een soort van idee dat ik hier zeg maar... ook met palen gaan werken. Dus ik ga een beetje de ondergrond ga ik een andere kleur geven. En ja, deze centrale hal wordt niet echt gek veel... ga ik bouwen van echt gewoon modded stuff. Dus ik ga hier gewoon alleen maar decoratie stuff dus neerzetten. Dus wat ik al in gedacht had, dus zijn we daar wat bosjes onder zetten. Weet van die struikjes en zo, om het een beetje mooi te maken. Geen idee wat nog meer. Misschien hier gewoon een soort van... Ja, ik moet gewoon een beetje zien. Ik moet een beetje zien. Het wordt in ieder geval lekker decoratief. En misschien maak ik dan ook wel een begin aan deze kant. Zeg maar gewoon een klein stukje hier naartoe al bouwen. Weet ik het. Er valt nog wel wat veranderen. Ik ga sowieso denk ik weer wat groen hierin verwerken. Want ik vind dat altijd mooi. Maar dat komt allemaal nog wel bij dus de verhuizing. Dus jongens, dan zeg ik bedankt voor het kijken van deze episode. We zijn weer terug bij Moddits I'm Mine. En dan mag ik het eigenlijk trouwens niet meer noemen. Dit zal waarschijnlijk, ik weet niet zeker hoe of wat het precies zit. Maar ik ben van plan deze serie te gaan renamen. Van Modded I Mine naar de MKT-pack. En dat heeft een beetje redenen vanwege Jordi en alles. Maar daar hoeven jullie geen zorgen over te maken, jongens. Het zal voor de rest dezelfde serie blijven. En ik moet gewoon even kijken hoe ik het doe met de thumbnail. Het is een beetje raar, maar dat zien we wel. In ieder geval,
Bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk nog een like achter te laten. En in de volgende episode zijn we als goed is verhuisd. Zitten we hier. En gaan we dan een keer kijken wat we gaan doen op deze nieuwe locatie. Dus bye bye jongens. En tot. Daag.